Schiphol en de Nederlandse Spoorwegen zijn de winnaars waar we gaan beginnen met het neerzetten van de Lolo's. Vandaag vindt hier Nudge Live plaats, het jaarlijks evenement van Nudge. Nudge is een platform voor duurzaamheid en we laten eens per jaar zien wat we nou echt doen. Ik ben hier omdat ik een soort van ambassadeur van Nudge ben. En wat Nudge doet vind ik heel erg aardig en interessant. Ik ben op de IJskap geweest, op de Noordpool geweest. Ik weet hoe snel het gaat. Het moet anders, het kan anders. Daar heb je heel veel mensen voor nodig, heel veel kleine zetjes. En dat gebeurt hier. Nou ja, waar ik zelf heel erg mee aan de slag ga, wat voor mij ook nog een onbekende wereld is, is elektrische mobiliteit. Want ik ben muzikant, dus ik reis veel. Ik wil zelf proberen om ons proces natuurlijk daar een duurzaam mobiel voertuig aan te gaan schaffen. Elektrisch rijden is onderdeel van de hele energietransitie, zoals dat dan zo mooi heet. We moeten naar een ander tijdperk toe waarin olie op gaat raken, waarin we energie op een andere manier moeten gaan opwekken. En de elektrische auto is daar een belangrijk onderdeel van. De Lolo's die op Schiphol komen, die worden aangeboden door de NewMotion. Deze hele campagne is een samenwerking met de NewMotion. Zij verzorgen het laadpalennetwerk in Nederland. En we hebben besloten om een flink aantal van deze locaties aan te bieden aan de winnende locaties. Voor Schiphol is dit een zetje in de rug eigenlijk. En we merken dat er steeds meer elektrische rijders parkeren in ons parkeergarage en op onze parkeerterreinen. We waren aan het nadenken over hoe we nou zo snel mogelijk elektrische laadvoorziening in die garage kunnen krijgen. En toen kregen we ineens deze prijs. Dus nu gaat het nog sneller dan we dachten. Ik kom regelmatig op Schiphol en ik zie daar ook andere elektrische auto's staan. Het is eigenlijk zonde dat je daar je elektrische auto niet kunt opladen. Ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die er zo over denken, want we hebben heel veel stemmen gekregen. Dus ik ben heel blij dat er op Schiphol nu laadpalen komen. Ik heb laatst gehoord, volgens mij gisteren op Jeugdjournaal, dat aarde opwarmt en daardoor gaat de Noordpool smelt en dan gaan de pinguïns dood. Wat moet je dan doen? Geld verdienen of levens proberen dat de mensen gewoon kunnen doorleven? Nou, elektrisch oud vind ik een stuk leuker. Iedereen moet gewoon elektrisch rijden, is leuk en het is goed voor het milieu.